Hi, reviewvrienden. Hoe is het met jullie? Ja, met mij al slecht. Ik geef het gewoon niet naartoe. Ik heb bonkende koppijn en ik ben hartstikke moe. En ik word me niet fit. Dus ik denk dat het afgelopen is met Omian. De Omian in zijn nadagen zit. Het is niet voor, niet voor niks herfst buiten. Het is ook herfst in mei. Er beginnen dingetjes zeg maar, van de boom af te donderen. En ik weet niet of ik het voorjaar red. Maar ja, het is wat het is en we moeten gewoon doorgaan. Want zeuren kunnen we altijd nog. Dat heb ik niet gedaan. Nee, in ieder geval, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik heb er geen zin in. Klopt, ik zou eigenlijk gewoon met een aspirintje op de bank willen liggen. Alleen, ik ben zo vaak ziek de laatste tijd dat na maanden corona moet ik maar eens ophouden met op bedden en banken te liggen met aspirintjes. Dus we gaan gewoon door. We zijn vechters, we zijn strijders. Goed. Ja, blikjes drinken. Och, godverdamme. Dit is River Frisdrank. En River Frisdrank verkopen ze bij de Aldi. En ik heb niks tegen de Aldi. De Aldi verkoopt een aantal bijzonder goede producten. Aldi is ook vaak ondergewaardeerd, hè, omdat er alleen maar sloebers, paupers en bijstandsmoeders rondlopen. Maar ze hebben daar een paar heerlijke producten. Ik ga ook wel eens naar de Aldi om die heerlijke producten eruit te halen. Is het een fijne winkel? Nou, nee. Het is een beetje een winkel waarvan je denkt, goh, waarom kijkt iedereen hier zo verdrietig? En dan heb ik het niet alleen over het personeel, maar ook de mensen die de winkelen. Die kijken allemaal verdrietig. Die zullen waarschijnlijk geen enorme beurs hebben, want als je geen enorme beurs hebt, ja, dan ga je eerder naar een goedkope winkel, dus dan kom je al snel bij de Aldi terecht. Maar ja, je kan ook een beetje vrolijk kijken. Gewoon, ik heb niet zoveel centen, maar ik ben wel blij. Maar in ieder geval zijn ze niet zo erg blij. En dat komt waarschijnlijk omdat ze ook bij de Aldi verschrikkelijke vieze dingen verkopen. Zoals River. River is natuurlijk een verschrikkelijk goedkoop frisdrankje. Hier heb je River Orange. Hier heb je River Lemon. En om wat nog gekker te maken is hier River Cola. River frisdrank is over het algemeen gewoon niet te suiken. Tenminste, daar ga ik van uit. Want ik heb het nog nooit gehad. Vooroordelen. Vooroordelen, ik geef het eerlijk toe. Maar voornamelijk de cola is van andere merken dan Coca-Cola niet te zuipen. Ik vind Pepsi al niet te zuipen. Ik vind Pepsi al roestwater. Moet je nagaan wat hierin zit. Maar ja, ik laat me verrassen. Vroeger hadden we dus bij het overblijven, dat deed oom Jan dus ook op de lagere school, had je dan jongetjes met blikjes cola van 3S. Ik weet niet eens of dat nog verkocht wordt, maar 3S was ook zo'n paupermerk. Het was echt, mensen met de 3S frisdranken, dacht je, ja, dat is niet best. Aan de andere kant had ik geen frisdrank, want ik mocht namelijk helemaal van mijn ouders helemaal geen frisdrank. Want ik toen 12 was, mocht ik voor het eerst een glaasje cola. Een glaasje cola op zaterdag, één glaasje cola. Ja? Dus snappen jullie nu dat je, als je zo'n Spartaanse opvoeding hebt gehad, met één dropje per week en één glaasje cola per week, dat als je wat ouder wordt, dat je gewoon alles in je bakkers duwt en opdrinkt, omdat je denkt, ja, ik heb het vroeger niet gehad. Dus eigenlijk dit hele lijf is getormenteerd door een jeugdtrauma. Omdat mijn ouders zeiden dat ik niet zoveel suiker en frisdrank mocht. Nou ja, nu heb ik dit dus. Nu kan ik bijvoorbeeld niet stoppen met kippenpootjes eten of gehaktballen. Ben je blij, pap, mam? Nee? Fijn? Nou, dacht het niet. Enfin. De vraag is natuurlijk, is die River frisdrank van de Aldi zo smerig als ik denk? Daar ga ik vanuit van wel. Maar wat kan er eigenlijk misgaan met een, laten we zeggen, een Fantaatje, een Sissietje, een, hoe noem je dat, een Sinas? Wat kan er eigenlijk misgaan met een Spa Citroen of een 7-Up of ja, hoe heet die bende? Eigenlijk kan hier niks mee misgaan. Want wat is het nou? Het is water, koolzuur. En sinaasappellimonade, citroenlimonade, ja, cola limonade. Alleen de cola limonade is vaak niet te hachelen als het niet van Coca-Cola is. Ik begin even makkelijk. Ik begin even gewoon bij de Fanta van River. Hoppaflappie. Daar gaat hij. Aldi River sinaas. Nou, wat me opvalt.
is dat het gewoon proeft als inderdaad een gewone sinaas. Edoch is de smaak wat aan de milde kant. Als je een Fanta drinkt, heb je echt zo'n rijke sinaasappellimonadesmaak. En hier niet. En hij is ook niet zo bagger zoet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit dus eigenlijk per definitie al lekkerder vind dan zo'n Sisi of zo'n Fanta. Wat natuurlijk 4, 5 keer duurder is. Tenminste, dat neem ik aan, wat kost dat? Ja, zo'n blikje kost 20 cent, denk ik, bij de Aldi. Maar goed, Vind ik hem vies? Nee, ik vind hem niet vies. Het is gewoon echt een Fantaatje. Het is echt een sinaasie. Het is niet echt ook lekker of zo. Het is niet dat je denkt, oh, verdikke, wat lekker, wat een lekkere smaak. Het is gewoon een ordinaire sinaas. En die niet te zoet is en niet te veel smaak aan zit. Ja, daar is gewoon niks mis mee. Dan gaan we naar de River Lemon. Nou, daar lijkt me ook niks mis mee, want dat lijkt me niet zo heel erg moeilijk om te maken. Dat is wel grappig, deze is dus heel erg zoet. En heel erg heftig van smaak. En daarom wordt hij gelijk plakkerig. En dan denk je, plakkerig? Hoe bedoel je dat, Jan? Nou, je hebt wel eens van die frisdranken, en dan heb je overigens ook bij sommige bieren, dat als je dan een slok neemt, dat je speeksel dik wordt. Dat is zo'n dikke fluim in je bakkers. Nou, één slokje van de River Lemon, en dan heb je altijd dikke fluim in je bakkers. Ik zweer het je. Ik denk dat ik tegels zou kunnen lijmen met mijn kwad op dit moment. Dus helemaal dik gelijk. Helemaal volgezogen dikke kwad. Dat vind ik niet zo lekker. Ik moet doorslikken. Ik moet bijna op kouwen, verdomme. Deze die doet iets met me waar ik niet zo op zit te wachten. Ja, nee, ik word hier niet zo heel erg blij van. En nu gaan we natuurlijk eigenlijk naar het allermoeilijkste. Cola Zero is het trouwens. Het is Zero, dat is allemaal weer handig. De Coca-Cola van River. Kan niet goed gaan. Coca-Cola is natuurlijk ooit gemaakt als een soort opwekmiddel. Coca heette niet voor niks, omdat er ook dope in zat. Volgens mij was het zelfs gewoon uitgevonden voor de slaven op de plantages. Dat ze een beetje doorwerkten, dus die kregen ze dan de hele tijd cola. En er zat van alles en nog wat in. Er zat coke in, en amfetamine en heel veel cafeïne. In ieder geval ging je naar een stukje langer en harder van werken. Maar ja, dat is dus verbasterd tot een suikerhoudend drankje. Wat erin zit, dat weet ik eigenlijk helemaal nog steeds niet. Want volgens mij is het een geheim recept, tenminste van Coca-Cola. En er zit cafeïne in. Voor de rest, alle drugs hebben ze eruit gehaald. Eens even kijken. Wat zit hier dan wel in? Ja, sulfiet ammoniak karamel. Nou, dat klinkt lekker. Godzame kraken. Je tanden vallen uit je bek bij het lezen. We zien het wel. We gaan het wel merken. Ik heb er weinig vertrouwen in. Maar goed, ik heb wel vaker weinig vertrouwen in dingen die uiteindelijk blijken gewoon lekker te zijn. Of leuk. Of heel wild in beeld. Ruikt nergens aan. Het is absoluut een hele goedkope cola. Het smaakt naar cola. Zoals cola smaakt. Van cola snoepjes. Kennen jullie die? Is in een flesje van een Coca-Cola vorm. Die doe je in je mond. En dan zeggen ze, dat smaakt naar Coca-Cola. Nou, dat is wel zo'n rare chemische malle smaak. Dat je denkt, ja, maar leuk, aardig. Maar het komt een beetje in de buurt. Maar het smaakt niet echt naar de cola die ik drink. Deze smaakt er dus wel naar, precies zo. Het lijkt eerder dat ze een paar van die snoepjes in een glas spaarrood hebben gekieperd, dan dat ze echt hebben geprobeerd om de real thing na te maken. Het heeft ook niet zo heel veel weg van cola en de nasmaak is gewoon goor. Er zit gewoon een hele gore nasmaak aan. Ik zou niet eens weten wat voor nasmaak dat moet zijn. Ja. Het smaakt naar roestwater, nasmaak. De smaak is heel vies. Die nasmaak is heel chemisch. Kijk, dat zit natuurlijk allemaal aspartaan en troep in om er geen suiker in te mieteren. Maar deze cola smaakt heel chemisch. Een river met chemicaliën zit erin inderdaad. Nee, die vind ik dus niet lekker.
Dat had ik al verwacht, maar dat is echt niet lekker. Tijd voor de cijfertjes. Voor de River frisdranken van de Aldi. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ze staan gewoon zo op rij. De Coca-Cola, of tenminste, het is gewoon cola. De Cola Zero overigens van River is niet te bunkeren. Ja, smaakt naar roeswater, heeft een rare nasmaak, zo chemisch als de neten. Ik zou zeggen, laat het gewoon lekker staan. Dit is gewoon een 4, dit is gewoon helemaal niks waard. De River Lemon is heel erg zoet. Erg lemon. Maar ik word er niet zo heel echt vrolijk van. Ik zou zeggen, voor de rest een prima dingetje. Is gewoon een sessie, meer niet. De winnaar is de Orange River. De River Orange. Het is gewoon een prima sinaas. Dat smaakt gewoon goed. Niet heel heftig. Niet veel te ernstig gezoet. Niet veel te ernstig van smaak. Rustig. Gewoon een lekker rustig sinaasje. Krijg van mij een 7. Nou, hartstikke leuk. Hé, Aldi. Goed gedaan hoor. Alleen die niet. Die kun je zo wegmieteren. Gert verdemmen.